Hoi en welkom bij Product Update nummer 18. Buiten is prachtig weer, morgen wordt het zelfs over 30 graden. Maar goed, ik zit hier om jou de leukste nieuwe dingen te laten zien. Wat hebben we hier? Dit is een kastje. Wel een heel mysterieus kastje, kijk eens. Oh, zie. Dat ziet er wel heel magisch uit. Ik zie een heleboel rook. Nou, dit kistje is niet magisch, maar hetgeen wat erin staat wel. Wat hebben we hier namelijk? In dit kastje heb ik net onze mini smoke machine geplaatst. Nou, die stond er nu gewoon even in om te laten zien wat je voor mogelijkheden zou kunnen hebben daarmee. Kistje hoort bij een dobbelsteenkast, gaat opzij, heeft verder geen functie. Maar dit is de mini smoke machine. Jaren geleden hebben we dit al verkocht. Heel veel overigens. Het is van de markt verdwenen. We hebben het ooit ook zelf laten maken. Die waren er ook niet meer. Maar nu hebben ze weer terug. In ieder geval alvast een beperkte voorraad. Ze komen niet onbeperkt op terug, maar momenteel hebben we er een aantal. Wat doet de mini smoke machine? Nou, je zet hem aan. En al gauw genoeg zie jij dat ding begint te roken. Kijk eens hier. Flinke rook, zie. Als je hem uitzet, stopt hij. Nou, zou de vloeistof opraken, stopt hij ook vanzelf. Wat gaat erin? Er gaat speciale rookvloeistof in, is een soort olie. Wat ik er net in heb gedaan voor dit effect een beetje te geven is 3 druppeltjes. Nou, met 3 druppeltjes heb je net het kistje gezien vol roken. Je hebt net gezien dat hij ging roken. Ik zet hem nu nog een keer aan en hij rookt meteen. Dus je gebruikt maar heel weinig. Het hele ding werkt op een 9 volt batterij. Zit gewoon in het kastje, kun je even openmaken, batterij erin en klaar. Very simple dus. Stel voor je verbergt het in je borstzakje. Je laat de sigaret verdwijnen op je favoriete manier. Je staat heel relaxed en plotseling zie je rook uit je jas komen. En je begint op te slaan natuurlijk. En mensen denken, er is wat misgegaan, staat wat in brand. Maar wat ook kan, is wat je net zag, bijvoorbeeld in een kistje. Je legt het van tevoren erin. En je produceert, als je het deksel openmaakt of het deksel afhaalt, rook uit de kist. Heel erg magisch. Op diezelfde manier zou je, maar dan moeten we even verder gaan, zou je de schakelaar eruit kunnen halen. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Kunnen verlengen en het kastje ergens anders in kunnen bouwen, zodat je van de buitenkant kunt schakelen. Nou, durf je dat zelf niet? Geen probleem, wij kunnen het ook allemaal. Nou, de mini smoke machine kost €95. Ontvang je compleet met duidelijke gebruiksaanwijzing het apparaat. Een flesje refill vloeistof, dus daar kun je al een hele tijd mee vooruit. That's it. Navulflesjes, 10 ml zijn verkrijgbaar voor €5 of 30 ml voor €10. Nou, dat zijn echt voor honderden keren gebruik wat je met zo'n flesje kunt. Dat is de mini smoke machine. Een bezorg aan de deur, er was weer even ingeknipt. Dan gaan we verder met een ander leuk ding. Een kaartspel. Een kaartspel bestaat uit allemaal verschillende kaarten. Het is gewoon een second spel. Achterkant in dit geval rood, maar het is verder allemaal niet eens belangrijk. Het gaat even om het idee. Nou, iemand kiest een kaart ergens. Stel voor hier. Kaart, leg hem even hier neer. Kaarten gaan terug in het doosje. De gekozen kaart. Gaat in het spel. Zo. Nou, let op. Wat je nu doet. Je bevriest het spel. Je zou kunnen vertellen over een verhaal van koning Arthur. King Arthur. Met het zwaard wat in de steen vastzit. Nou, dat is met deze kaart ook het geval. Want als je die kaart wil pakken. Dan blijkt dat die vastzit in het spel. Kijk. Helemaal vast in het spel. En de enige manier om los te maken is als een goochelaar de kaart aanraakt. Je knipt je vingers, je pakt hem en je hebt weer gewoon een losse kaart en 1 spel kaarten. Dit is de truc Arthur. Nou, je kunt daar natuurlijk verschillende toepassingen voor bedenken of mogelijkheden. Arthur kost €45. Ontvang je met de speciale gimmicks. Die je in principe in elk kaartspel kunt stoppen. Met een kleine aanpassing zou je ze zelfs kunnen aanpassen aan je eigen kaarten. Mits je de voorkant wel lijkt op een bicyclespel. Dus ga het niet mixen met een black deck, want dan wordt het een slechte truc. Ontvang je compleet met video-instructies online. Dus je logt even in via een speciale website en krijgt complete instructies. De truc Arthur. Dan iets compleet anders. Stel voor je pakt even de telefoon. Dit is wel mijn eigen telefoon. Laat zien dat die echt is. Vervolgens vertel je dat je lid bent geworden
van een nieuwe goochelvereniging, een online goochelvereniging. En je krijgt elke maand krijg je een cd opgestuurd, of dvd, met daarop een trucbeschrijving. Nou, in dit geval is het een cd en je wil ook laten horen wat het is. Je stopt de cd in je cd-speler en die speelt een tekst af. Nou, de teksten die je bij de truc krijgt, momenteel zijn nog niet in het Nederlands. Allerlei talen behalve Nederlands. Anders had ik hem graag voor je afgespeeld. Maar ik ga even een beetje een idee geven wat er in de act gebeurt. Op de cd zeggen ze bijvoorbeeld, leen een telefoon. Nou, je leent de telefoon. Aangezien ik hier alleen zit, pak ik mijn eigen. Leen een telefoon. Neem een doek. Ja, dan pakken we deze eventjes. Een doek. Prima. En bedek de telefoon met het doek. Oké, dat is niet zo heel ingewikkeld inderdaad, lijkt me. Dan neem je, als het kan, een goochelstok. Ik leg hem even neer. Een goochelstok heb ik hier ergens. Iets in de vorm van een goochelstok liggen. Misschien wel. Ik zie hier wel iets anders, maar dat is meer iets totaal anders. Maar goed, ja, het gaat even om het idee. Ik pak even de hamer. Tik met de goochelstok stevig op de telefoon. Oké. Indien de telefoon nog niet verdwenen is, tik dan iets steviger met de goochelstok op de telefoon. Dat zeggen ze op de cd bijvoorbeeld, hè? Dan tik je. Dat klonk als mijn glas. Oké. Mocht de telefoon nog niet verdwenen zijn, neem dan de hamer. En zwaar met de achterkant van de hamer over de telefoon. Nou, ik vrees ook niet echt dat iets gaat lukken. Maar ik zie je nu wel, dat had ik net niet gezien, wacht even. Ik heb wel een goochelstokje. Maar een hele kleine, maar misschien kan het. Ik zwaai daarmee over de telefoon. En de telefoon verdwijnt spoorloos, is helemaal weg. En het leuke is, zo, dat, ja, en dan zegt de cd, dit was de truc van de verdwijnende telefoon. Mocht je willen leren hoe je een telefoon laat verschijnen, koop dan volgende maand deel 2. Nou, het is nog geen volgende maand, we hebben geen deel 2. Je zegt tegen de toeschouwers, oké, ik weet ook even niet hoe ik dat ga oplossen. Maar weet je wat? Ik ga even nadenken over hoe ik het ga oplossen. Pakken jullie wat chips of zo, dan is dat prima. Nou, toeschouwer krijgt dus deze koker. Even voor deze compleet dicht nog. Hij is nog gesealed, ik zal het laten zien. Er zit een dopje erop. Kom er dichterbij, om het te laten zien eventjes. Koker is helemaal dicht. Compleet gesealed. Nou, normaal gesproken als je het openmaakt, hij zit echt dicht. Zit daar chips in. Nou, dat heb ik nu niet gedaan eventjes voor het idee. Ik maak hem open. En daarin zit, nou, in plaats van chips dit. Mensen pakken chips eruit, delen de chips uit aan andere mensen. En zegt, deel nog wat uit aan de mensen links van je, aan de mensen rechts van je. En ze delen uit en ze delen uit. Totdat ze plotseling bij iets anders uitkomen. En dat is namelijk een telefoon. Koker is verder leeg, zie. Een telefoon. In een zakje. Nou, dat zakje maak ik helemaal open, zie. En dan blijkt dat inderdaad, als ik hem aanzet, de telefoon van de toeschouwer is. Die mag je uiteraard weer meenemen. Je neemt alles terug en klaar. Nou, dit is de Unbreakable Phone. Sorry dat ik het niet beter kan laten zien, maar dan zou je eigenlijk de demo op de website even moeten checken zoals die gedaan wordt in een act. Ik probeer hier even een beetje een idee te geven. Unbreakable Phone, waarbij een telefoon verschijnt in een chipskoker. Nou, je breekt het seal. Geen zorgen, je krijgt een heleboel seals. De seals zitten van tevoren al dicht overigens, dat hoef je niet tijdens je voorstelling te doen. Het is een heel ingenieus systeem waarmee je de telefoon razendsnel in deze chipskoker laten. Mensen mogen alles gewoon checken. Het is allemaal echt dicht. Er is niks verder mee aan de hand. Je krijgt dus dit. Je krijgt een speciale doek waarmee je de telefoon kan laten verdwijnen. Je krijgt een mini goochelstokje. Geen hamer. Moet je zelf even regelen. En je krijgt uitgebreide online instructies. En de cd. In allerlei talen. Nogmaals, nog niet in het Nederlands. Er is Engels, er is Duits, Spaans, Chinees. Van alles en nog wat. Maar nog in Nederland. Unbreakable Phone kost €149. Nou, als je dat goed doet, heb je echt een superleuke act. Het is natuurlijk gebaseerd op de Vanishing Bandana. En absoluut entertainment waarde. Als je dit goed doet, ik denk dat je 5, 6 minuten entertainment hebt. Unbreakable Phone.
zetten we even opzij. Die hamer ook maar eventjes. Dan hebben we meteen alles opzij. Dat doe ik ook maar. Zo. Dan iets anders nieuws. De Signature Invisible Deck. Wat is dat? Iedereen kent Invisible Deck. Je zegt, ik heb een voorspelling gemaakt. Legt een kaartspel neer. En vraagt aan iemand, neem een willekeurige kaart in gedachten. Maakt niet uit welke, echt willekeurig. Nou, stel voor de mensen die zeggen, harte 3. Je pakt een kaartspel, laagt het open en één kaart zit omgekeerd. De toeschouwer zelf mag hem eruit pakken en dat is de harte 3. Dat is het standaard Invisible Deck. Een van de meest verkochte trucs overigens. Scott Alexander heeft nu het Signature Invisible Deck. Wat is daar? Wat zien de mensen daar? Een toeschouwer kiest een kaart uit een onzichtbaar spel kaarten. Zet met een onzichtbare stift de naam op de onzichtbare kaart. Laat die kaart aan iedereen zien. De kaart gaat omgekeerd terug in een onzichtbaar spel. Nou ja, voor het idee. Het gaat erom dat de toeschouwer een willekeurige kaart in gedachten kan nemen en een vrije keuze heeft. Dan plotseling verschijnt in het lege doosje waarmee we zijn gestart, waar het onzichtbare kaartspel uitkwam, verschijnt een echt kaartspel in het doosje. Plotseling verschijnt ook een echte stift uit het niks. Je maakt het doosje open, haalt de kaarten eruit en één kaart zit omgekeerd. En laat dat nou net de kaart zijn van de toeschouwer. Maar achterop die kaart staat een handtekening. Die staat er echt op. Geen fancy moves. Staat echt erop. En als mensen dan zeggen, hey, maar wacht even. Mag ik de rest van het spel zien? Dat mag. Allemaal normale kaarten zonder handtekening. Nou, dat is een... ik heb de DVD ook bekeken uiteraard. Hoe het werkt allemaal. Dat is heel mooi. Close-up zou ik hem niet direct doen. Het kan wel. Maar is wat heftig. Denk ik. Salon of stand-up of toneel is het perfect. Dan heb je de... Dan kun je de juiste afleiding creëren om alles goed te laten verlopen. Je ontvangt het compleet met een speciaal Invisible Deck. Instructies op DVD. Een stift. Het enige wat je toevoegt is een normaal kaartspel van jezelf. En je bent klaar voor gebruik. Signature Invisible Deck kost €85. Dan kwam vorige week een berichtje van Jack, van The Jack, oftewel Jorge Garcia uit Argentinië. Hij was, ik denk, 3 jaar geleden hier voor een lezing. Hele interessante lezing, goede dingen gezien. En hij heeft een nieuw boekje uitgegeven genaamd The Seven Mysteries of Mentalism. Seven Mysteries of Mentalism. Daarin onder andere cold reading ideeën, complete creatieve andere ideeën, met kaarten, zonder kaarten. Uiteraard allemaal gebaseerd op mentalisme, daarom heet het boek zo. Ook een heel deel theorie. Je zegt misschien saai, maar theorie is oh zo belangrijk. Dat zagen we ook afgelopen dinsdag op de lezing hiervan. Ik denk allemaal die namen hier. Vito Lupo, goed zo, Vito Lupo was hier. Die deed de lezing en liet daarbij duidelijk zien wat belangrijk is aan bijvoorbeeld het hoe je loopt, hoe je opkomt. Dat soort dingen dus allemaal. Nou, hier staan andere theoretische zaken in. Ook hoe je je act verkoopt, hoe je je act verbetert. Zeer belangrijk. Als je meer interesse hebt, check de website voor de complete beschrijving. Seven Mysteries kost €45. We hebben beperkte voorraad. Maar het is een zeer goed verkopend boekje wereldwijd op dit moment. Kijk even op de website. Dan een bekend effect. We hebben Ring, Watch & Wallet van Tommy Wonder al langer in het programma. Momenteel is die niet leverbaar. Prijs rond de €1200. Wat kwam eruit? Vorige week het effect Heist. En Heist van Jack Weiss is in principe, als je de toeschouwers zou vragen, Ring, Watch & Wallet. Want wat gebeurt er? Je vertelt dat je beroofd werd van je horloge. Je doet je horloge af van je geld. Je neemt de portefeuille en neemt daar geld uit. Stop dat in een normale papieren envelop. Pak je ring af. Stop die ook in een envelop. En je vertelt dat jij slimmer bent dan de zakroller. Verscheurt de envelop, gooit hem in de lucht, alles dwarrelt naar beneden en zegt, want aan mijn vinger heb ik nog steeds de ring, aan mijn arm nog steeds het horloge en in de portefeuille zit nog steeds mijn geld. Nou, je krijgt alles wat je nodig hebt, een instructie, DVD, een portefeuille, een mooi horloge en alle extra gadgets die ik even mooi verborgen laat zitten in de doos. Waarom is het een groot prijsverschil? Omdat Tommy Wonders versie gebruik maakt van toch wel geavanceerde en zeer fijne mechaniekjes allemaal.
En dit is back to the basics. Wat is beter? Ja, smaakverschil. Voor 125 euro, want dat kost deze, heb je hier eigenlijk een prachtige act aan. Is het moeilijk? Nee, het komt volledig aan op je presentatie. Belangrijk detail, je moet een jasje dragen, dus in je korte mouwen of in je overhemd gaat het niet lukken. Voor de rest is het een zeer eenvoudige routine. Andy Nyman laat ook zijn versie nog zien overigens. Dus je krijgt twee mogelijke vertoningen. De basics zijn hetzelfde, het is enkel de techniek van het laten verdwijnen van de items wat een beetje verschillend is. Dus als je iets gaafs zoekt, aanvulling op je act, check ook even hier het demo filmpje van op de site Heist. Nou, er komt een einde aan, zie ik al. Er komt een einde aan. Ik zie hier, dit was ook gaaf. Dit zijn close-up, daar zijn er twee. Close-up matten in de kleur rood en blauw. Nou, ze zijn echt super dun, ik weet niet of je het echt kunt zien. Maar ze zijn echt heel dun. Ik kom even richting de camera, dan kun je het even inzien. Ze zijn echt heel dun. Ik zie iets echt maar minimaal 1,5 millimeter. Kreukvrij, dus je kunt ze heel gemakkelijk ook meenemen. Ik zou het niet zo doen, maar het zou kunnen. Je kunt ze makkelijk oprollen. En als je ze op zou rollen, is dat echt een hartstikke klein rolletje. Dus het kan altijd gewoon in je koffer, kan ook kleiner overigens. Kijk, het kan zo in je koffer. Het is een heel glad oppervlak. In rood en blauw hebben ze verkrijgbaar. En die kosten 39 euro per stuk. Check wederom onze site. Dan hebben we nog een hele grote koffer hier. Die hadden we een tijdje geleden ook in ons assortiment. We waren eigenlijk razendsnel weg. En ik dacht, waarom niet? Kijk, het is echt een hele grote koffer. Ik zit erachter. Hallo. Als je hem openmaakt, zie je daarin The Greatest Magic Show. Zo heet de koffer. Kijk, dat is nog eens een koffer. Een koffer vol magic. Ik tel even heel snel. 21 stuks. En er zit van alles in. Ik zie D-lights. Ik zie cups and balls. Ik zie een touw naar doekje verdwijnende sigaretten. Van Gali deck. Mark deck. Vampire trick. Silk to panties. Spinning rings. Van alles en nog wat. We hebben zelfs te rekenen. Ik denk dat je ongeveer rond de 100 euro uitkomt. Als je alle effecten los zou kopen. En dan heb je nog geen koffer. Wij verkopen de complete koffer met alle trucs. Bij elke truc zit gewoon een beschrijving. Het zit echt apart gepakt allemaal. Complete koffer. Met alles erin. Kost 75 euro. The Greatest Magic Show. En dan. Twee wijnglaasjes. Tik, tik. En een spel kaarten. Tijdens je act is dat het mooiste als je een nieuw deck gebruikt, dat die echt gesealed is. Wij in de winkel kunnen niet elke keer elk deck gesealed pakken, want dan hebben we zo meteen een toren liggen, daar word je griezelig van. Spelkaarten en nieuw deck order. Alle schoppers, alle harten, alle ruiten en uiteraard ook alle klaveren. Ook zie je dan ook dat er reclamekaart erin zit, de jokers gooien er ook even uit. Nou, zo. Ga ik opzij. Het hoosje trouwens ook. We nemen even alle schoppenkaarten mee te beginnen, maar dan tot de 10. Dus de A's tot en met de 10, allemaal op volgorde. Dus even kijken, A's 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Zetten we even hier neer. Dan nemen we ook alle harte kaarten eventjes tot de 10. Dan hebben we het kleurcontrast, zo. Die harte kaarten. A's. Tot en met de 10. Ja, A's 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Mag een toeschouwer schudden? Ik zal ze even zelf schudden. Even voor het idee. Mensen die twijfelen aan mijn schudmethodes. Dit is echt schudden. Zo. Schudden. De toeschouwer heeft dus zelf de kaarten mogen schudden. Dat betekent dat jij onmogelijk weet welke volgorde de toeschouwer heeft gekozen. Nou, het mooie is dat je met die kaarten gaat proberen iets heel bijzonders te laten zien. Ik zal je laten zien wat de bedoeling is. Je neemt de kaarten die geschud zijn en ze zitten inderdaad goed door elkaar ook. Zo, dat zie ik al. Dat is dit. Kijk, ik zal het laten zien.
Als we meteen even meespieken. 7, 2, 6, 4, 3. Ja, dat zit behoorlijk door elkaar. Oké. Je vraagt dan een toeschouwer om ergens stop te zeggen als je met je vinger erover gaat. Nou, ik doe bijvoorbeeld even stop. En dan kom ik uit bij de 4. Nou, je pakt bijvoorbeeld de 4. 4 draai je om. Zet je even tussen. Neemt het hele setje en dat zet je in het tweede glas. Wat is de situatie? We hebben hier een 5, hier hebben we een aas. Je neemt dan een doek. Nou had ik hier ergens een doekje gebruikt net al. De vraag is alleen, waar heeft René dat gelaten? In de chipskoker. Je neemt de doek. Een hele grote, maakt niet uit, verder nog goed. Neemt het glas. En let op. Want plotseling zitten dezelfde kaarten voor. Dus beide zijn een 5. Dan de tweede. Zijn allebei 8's. Dan hebben we de azen. De 10's. Tienen moet ik zeggen. De 9's. De 3'en. Oh, en nu hebben we de willekeurig gekozen kaart die omgekeerd zit. Allebei een 4. Dan de 6'en, 2'en en als laatste de 7'en. Hele mooie truc van Jörg Alexander, genaamd Sympathetic 10. Je ontvangt dit helemaal compleet met alle kaarten. Nou, niet helemaal compleet. Je ontvangt geen wijglazen en geen doekje. Maar die kun je voor jezelf gewoon gebruiken. Je ontvangt dus alles wat je nodig hebt. Alle kaarten. En een uitgebreide DVD. Waarop zeer duidelijk wordt uitgelegd hoe het allemaal werkt. Is dit moeilijk? Nee, is ook niet moeilijk. Maar je moet wel even weten waar je mee bezig bent. En geconcentreerd bezig blijven. Ja, ik vind het een heel sterk effect dat je het juist brengt voor een publiek. Dus niet zoals ik het doe voor mezelf eventjes. En je hebt echt de mensen die alles mogen schudden, mensen die dingen mogen kiezen, is dit een ijzersterk effect. Niet nieuw, maar wel in dit jasje. Is overigens een Phoenix uitvoering, kun je ook zien hier. Phoenix uitvoering. En kost €49. Sympathetic 10. Zo, die gaan ook even opzij. Want het is weer een nieuwe maand, de maand juni. En we hebben weer een nieuw mystery item van de maand. En dat is deze maand Jungle Jamboree. Nou, Jungle Jamboree is een heel veel verkoopd effect geweest vroeger. Tegenwoordig, ja, ik weet niet waarom. Het is een heel leuk effect, maar verkoopt het niet meer zo heel veel. Vandaar dat we de toren of de stapel die we nu gaan beleggen even wat willen verkleinen. We hebben hier een aap. Die aap zit in een kooi zoals je kunt zien. Zo, maak even open. De kooi is verder leeg. Kun je gewoon erheen kijken. Hallo, hallo. Zo. Ik zal hem even hier neerleggen op tafel. Dan blijft hij voor iedereen in zicht. Die aap wordt gevangen genomen en die wordt in een hutje gestopt. En dat is een magische hut. Ik zal laten zien waarom. We maken de hut even open. Die aap gaat namelijk in de magische hut, want ze hebben die aap 's morgens gevangen. Hij zit de hele dag in het hutje, de hele nacht in het hutje. En het gekke is, als ze de volgende morgen in het hutje komen, is die aap gekrompen en plotseling heel klein geworden. Niet te geloven. Nou, ze geven hem eten die hele dag. De volgende dag, niet te geloven, ze maken weer het huisje open en ze kijken. En wat zien ze? Hij is weer terug groot. Niet te geloven. Dan denken ze, nou hij is zo groot, we hoeven hem geen eten meer te geven. En de volgende morgen, je voelt hem al, is hij weer helemaal klein. Nou, ik snap zelf niet eens hoe dit kan. En ook die dag erop is hij weer terug. Helemaal groot. Nou, het is een ongelofelijke truc, vind ik zelf. Echt niet te begrijpen ook. Jullie begrijpen me wel? Oh, oké. Nou, wat ik erbij moet zeggen, dit is een magisch hutje. Waarom is dit een magisch hutje? Nou, als je namelijk je vingers knipt, verandert dat hutje namelijk in de eigenaar van de hut. En dat is namelijk deze medicijnman, zie je? En die medicijnman, die zorgt er dus voor dat allemaal die gekke dingen gebeuren, dat die aap krimpt en dat die aap weer groeit. Over de aap gesproken. Waar is de aap eigenlijk? Zie. Want ik heb hier wel de kooi, maar in principe heb ik verder geen aap. Dus een vreemde. Oh. Zie?
En dan zit de aap weer terug in de kooi, zie. En de kooi die is verder helemaal leeg. Nou, dit is Jungle Jamboree. Jungle Jamboree kost €65. Deze maand gaan we weer via de speciale link, Mystery Item van de maand op de website, betaal je voor Jungle Jamboree €45. Dus in plaats van €65 betaal je €45. Dit is echt een item wat voor de kindergoochelaar onmisbaar is eigenlijk. Het is een hele leuke routine. Wat ik net deed qua verhaal is even uit mijn duim gezogen. Dus je moet even, je kunt wel meer tijd erin steken en een mooie verhaal erbij bedenken. Dit is eventjes om te laten zien wat het effect is. Je krijgt helemaal compleet. Dus alles wat ik net gebruikt heb, krijg je erbij om die truc te vertonen. Inclusief zeer uitgebreide Engelstalige instructies. Jungle Jamboree is vroeger gemaakt door Supreme Magic. In Engeland. De firma bestaat al lang niet meer. Had hele mooie dingen. Zoals je kunt zien. En dat is deze. Dat waren een heleboel items. Met een paar keer knippen weer. Omdat hier allerlei dingen gebeurden. Ik hoorde net zelfs de telefoon ook gaan. En die heb ik even laten gaan. Helemaal niet erg. Komt allemaal goed. Ik check mijn lijstje nog eventjes. En we hebben alles gehad. Mocht je op onze website hebben gezien dat wij origineel op 12 en 13 juni gesloten waren. Dat is niet meer van toepassing. Dus ben je van plan te komen? Volgende week, vrijdag, zaterdag zijn we gewoon open. Waarom? Nou, ik ben er zelf even niet die 2 dagen. Ik ben pinkpoppen. Even lekker wegwezen. Mark is gewoon in de winkel, dus die kan jullie gewoon helpen. Dus als je de winkel bent bezoeken, je bent gewoon welkom. De winkel is gewoon open. Nou, rest mij te zeggen, geniet van het fijne weer. En we zien elkaar snel weer. Doei doei!